Win Ismaili, yes. Glory debuut gemaakt, yes. En gewonnen. Hoe voel je? Ik voel me goed, broeder. Ik voel me goed. Dit is iets waar ik lang voor heb gewerkt, waar ik lang naar uit heb gekeken. Vandaag mocht het eindelijk, mocht het eindelijk knallen. Een hele mooie partij neergezet, maar ik wil het even hebben over je opkomstnummer. Ja. Love Sosa. Ja. Nee, dat was een andere van Chief Keef. Hate Being Sober. Love Sosa mocht helaas niet. Maar we hebben het een andere draai gegeven. Maar je bent fan van Chief Keef? Ja. Chief Keef heeft die mooi. Hij heeft mijn vibe. I love the vibe. Ik ken er goed op gaan. Black Air Force vibe is dat, hè, bro? Ja, heerlijk, man. Heerlijk. Lekker genieten. Ja, die heb jij ook gebracht in de wedstrijd. Yes. In de eerste ronde had jij een low kick. De achterste low kick van had je geblokt. Ja. En je liet hem zien, hè, van ja, die geblokt. Ja, ik merkte dat die low kick was echt hard. Dus ik zag hem ook al echt aankomen met die kracht. Pop, korte blokje en ik zag dat hij pijn had, dus dat gaf ik even aan. Ja, maar dat was mooi. Ik vind het altijd leuk, ja. Van die kleine, zeg maar, praatjes tussen de vechters. Ja. Maar ja, je hebt over het algemeen, je hebt eigenlijk alle rondes gewonnen. Was nog wel best een lastige wedstrijd, toch? Ja, broeder, ik vind het moeilijk om te zeggen zelfs, want ik hou niet van excuses, maar dit is een partij van mij. Ik heb een jaar niks gedaan, over een jaar. Hè. Juni 2023 was mijn laatste partij. Er is wat tijd overgegroeid, snap je? De schroeven zijn wat roestiger geworden. Maar we zijn ze nu weer aan het fijnscherpen. Dus de eerstvolgende performance wordt 10 keer zo beter als vandaag. Ja, Condé is nog gewoon een goede tegenstander. Heel lang. Ik denk dat ook lastig was om even die range te vinden, toch? Jawel. James Condé is geen tegenstander. Is geen pannenkoek, weet je. Het is een jongen die heel wat ervaring heeft. Draait ook al heel lang mee. Draait regelmatig. Die is constant gewoon bezig met zijn partijritme. Dus ja, niks... Niks op aan te merken, man, bij James Koenig. In de derde ronde had je echt een hele zware hoek geraakt op hem. Ja. Ik persoonlijk dacht, hoe heeft hij die gegeten? Ik heb hem eerder met wat flinke hoeken geraakt, ook gewoon wat vroeg in de wedstrijd. Maar hij slikte ze gewoon. Je zag een klein beetje wankeling, maar het was niet echt dat hij super aangeslagen was. Dus props naar James Koenig, man. Had je op een gegeven moment door van, hey, deze jongen ga ik echt niet KO kunnen slaan? Nee, dat heb ik nooit, broeder. Ik blijf ervoor gaan, ik blijf zwaaien en... Als ik je één keer goed raak, dan slaap je gewoon. Alleen maar, ja, ze zaten niet echt goed. Dit is je eerste wedstrijd toch bij ARJ op dit punt? Ja, dit is mijn eerste partij bij ARJ. We zijn nu 3 maandjes bezig samen. De samenwerking is nu 3 maanden geleden ingegaan. En dit is de eerste met ARJ en op naar meer. Hoe bevalt het? Top, broeder. Top. Ik denk conditioneel zit je sowieso goed. Jawel, maar mag veel beter. Mag veel beter. Oh, dat moet je niet tegen Mike zeggen. Hè? Die gaat je echt kapot maken. Nee, dat weet ik. Nogmaals, het mentale vlak van Mike is abnormaal. Dus de conditie gaat ook alleen maar beter worden. Dat kan ik iedereen wel beloven. Dit was natuurlijk catchweight 72 kilo of 73? 73 kilo en 73 kilo. Jij gaat natuurlijk naar de 77 toe. Wil je daar nog echt naar opbouwen? Dus wil je nog een catchweight of wil je gewoon gelijk 77 in? Dat laat ik over aan Mike en Glory. Ze gaan zo snel mogelijk, hoop ik, aan tafel weer voor de eerstvolgende datum. En ja, ik laat het echt over aan hun. Willen ze hem op 77 hebben, dan sta ik er klaar voor. Op 73 sta ik er ook klaar voor de volgende keer. Oes. Dus je hebt ook niemand nu in gedachten. Je wilt gewoon genieten van de win en dan kijk je wel. Ik wil nog even lekker inkomen. Van daaruit mogen ze brengen wie ze willen, broeder. Brengen wie ze willen. Het was een hele mooie partij. Ik wil je bedanken voor de tijd en voor de partij. En nogmaals feliciteren. Dankjewel, broeder. Dankjewel, Loes.